Het deeltjesmodel. Nou, het deeltjesmodel, het doel van deze les is uitleggen wat dat precies is, dat deeltjesmodel. Faseovergangen moet je kunnen verklaren. Hoe kan een stof nou bijvoorbeeld eerst vast zijn en dan vloeibaar? En weten wat een scheikundige reactie is. Nou, we zitten met het deeltjesmodel. Stoffen bestaan uit bouwstenen en de kleinste stof, het kleinste deeltje van een stof, zeg maar, die nog alle eigenschappen van die stof heeft, heet een molecuul. Nou, stoffen bestaan uit moleculen. Water bestaat bijvoorbeeld uit watermoleculen. En die moleculen van een stof veranderen niet. Dus als water ijs wordt, verandert het molecuul niet. Het blijft een watermolecuul. Moleculen van een stof bewegen voortdurend. Dat merk je bijvoorbeeld aan de druk in een band van de lucht. En moleculen van de stof trekken elkaar aan. Denk bijvoorbeeld aan een druppel water aan een douchekop. Nou, als we nou kijken naar de vaste fase, de vloeibare fase en de gasvormige fase, wat het verschil is tussen die moleculen. Het zijn dus dezelfde moleculen, maar er is iets anders aan de hand. Bij de vaste fase, zoals hier, zie je ze dat op een plek zitten eigenlijk te trillen. Dus ze hebben een vaste plek, dicht bij elkaar, en daar zitten ze te trillen. De afstand is erg klein tussen de moleculen, dus het is moeilijk samen te persen. Als nou de temperatuur stijgt, dan gaan die moleculen harder bewegen. Bewegen ze kriskras langs elkaar heen. De afstand is een beetje groter. Maar de aantrekkingskracht is wel nog groot genoeg om ze bij elkaar te houden. Als je nou nog meer warmte toevoegt, waardoor de temperatuur stijgt, gaan de moleculen echt door de hele ruimte bewegen. En dan is de afstand groter en de aantrekkingskracht klein. Gassen kun je dus bijvoorbeeld makkelijk samenpersen, omdat er veel ruimte tussen de moleculen zit. Nou, hier zie je kleurstof, koud water. En dan moet je aan de hand van het deeltjesmodel kunnen uitleggen wat er gebeurt. Nou, maak een keuze. Het zal duidelijk zijn dat het zichtbaar was dat die moleculen door elkaar gingen bewegen, dat het antwoord B is. Volgende situatie, leg uit aan de hand van het deeltjesmodel wat hier gebeurt. Een aantal druppels water op een muntje en zoals je ziet kunnen er gigantisch veel op, zonder dat ze eraf vallen. Dat gaat nog wel even door. Waar ligt dat aan? Het zal duidelijk zijn dat de moleculen van een stof elkaar aantrekken. Maar ook moleculen van verschillende stoffen trekken elkaar aan. Dus de moleculen van het water trekken elkaar aan. En ook die van het muntje aan het water. Anders viel het er vanaf. Nou, de ruimte tussen de moleculen is leeg. Dus er zit niks tussen. En wat dan gebeurt is iets bijzonders. Stel je voor, je hebt 50 ml alcohol en 50 ml water. Dan is het totaal niet 100 ml, maar die ruimte ertussen wordt ook opgevuld. En dan is het iets minder. Je kunt dus ook bijvoorbeeld suiker aan een vloeistof toevoegen. Dan lost het op, maar je totale volume wordt niet meer. Je massa wel. Nou, chemische reacties. Als je nou water hebt en er wordt ijs, heb je geen chemische reactie, want het zijn nog steeds watermoleculen. Maar bij een chemische reactie, daar veranderen echt de stoffen. Dus als je een stoel in de fik steekt, gaat het hout branden en heb je een nieuwe stof, het as. Dat is een chemische reactie en er is een verandering in de moleculen. Nou, je beginstoffen verdwijnen dan altijd en je krijgt nieuwe reactieproducten. Dus chemische reactie. Voor de pijl zet je de beginstoffen, dan komt er een pijl en dan de eindproducten. Als je aardgas bijvoorbeeld verbrandt, dan reageert het met zuurstof. Methaan is het brandbare deel in aardgas, dus methaan plus zuurstof. Nou, dan ontstaat een chemische reactie onder een voldoende hoge temperatuur, maar dat hoeft er niet bij. En de reactieproducten, de eindproducten zijn koolstofdioxide en water. De fase kan ook nog erbij, dat je hier zet een gas, een gas, een gas. En op zich een gas, tenzij het afkoelt, een vloeistof. Laatste vraag.
Met het deeltjesmodel kun je de faseovergangen verklaren. Wat is het belangrijkste verschil tussen de moleculen in een vloeistof en in een gas? Nou, het zal duidelijk zijn, bij een vloeistof zitten de moleculen dichter op elkaar dan bij een gas. Dus het is antwoord B.